الخطاب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وزبورك؟ الحمد لله سي خالد. تشاو كرشوت. الحمد لله، بارك الله فيك. طوفتك الله يبارك فيك. Excuses met de verbinding lukte er niet. Dus mocht ik daar uitvallen, dan weet je waar dan lig. Ik zit in Somalië, zoals je weet, in Mogadishu om precies te zijn. En daar gaat het niet zo soepel met zaken. Nee, maar wat ben je daar aan het doen, Ali? Wij zijn hier voor de Al-Ghatab Foundation in samenwerking met IH Nederland. We hebben een aantal projecten hier lopen. Nou, dit moment zijn we eigenlijk in de uitvoering van onze Ramadan-campagne. We zitten dus onder andere in Somalië, Jemen en Afghanistan met voedselpakketten, met weeskinderenprojecten, met iftar sa'im, dus het vaste verbreken van mensen. Ja, en zo nog wat andere projecten. Dus een team zit in Jemen en een team gaat nog naar Afghanistan de laatste 10 dagen van de Ramadan. En ik zit nu hier. Ja, fantastisch, fantastisch werk lever je ook natuurlijk. Als ik even een korte vraag ga stellen. Liefdadigheid en Ramadan. Dat heeft een bepaalde verbinding met elkaar. Hoe belangrijk is liefdadigheid in de Ramadan? Nou, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala nabiyyina al-kareem. Hoe belangrijk? Allah azza wa jalla heeft natuurlijk dagen uitverkoren. Van alle dagen die hij heeft geschapen, heeft hij alsnog toch een dag uitverkoren. Want hij zegt, dat is zo'n bijzondere dag, dat is een meest geliefde dag bij mij. Leuk als je zaken op andere dagen doet, daar krijg je enorme beloning voor. Maar doe je het op de vrijdag, dat is voor mij de meest gezegende dag. Dan krijg je een soort van ja, extra gradatie. Dus een soort van, hoe heet dat? Ja, je kunt het wel een upgrade noemen, zeg maar, van je daden. Dat geldt natuurlijk ook voor de maanden. Hij heeft 12 maanden geschapen en heeft gezegd van nou, maar wacht even, er zit toch één van de maanden tussen. Die is voor mij weer wat extra's. En ook weer daar, ja, daar zorg, die is voor mij zo belangrijk, zo gezegend, dat ik eigenlijk het bijna voor jou faciliteren, makkelijker maken om iets goeds te doen en makkelijke en mooie daden te doen. Maar kijk hoe God met ons omgaat. In plaats van dat je zou zeggen, nou, zoals de mens eigenlijk met ons zou omgaan. Hé, luister, ik heb het jou nu makkelijk gemaakt. Dus je mag al blij zijn dat je nu überhaupt, weet je al, dat je überhaupt iets krijgt van mij. Je moet het eigenlijk gratis al doen, want je hebt juist, alles is makkelijk voor jou gemaakt. De shayatin zijn geketen, de poorten van het paradijs zijn geopend, jahannam is gesloten. Dus ik heb het voor jou al makkelijk gemaakt, dus je mag al blij zijn. Maar kijk hoe Allah de meest gulle el-Karim is. Die zegt, nee, ik heb het voor jou makkelijk gemaakt. Ik maak het, faciliteer het voor jou. En dan nog, als je daarin het goede doet, krijg je zelfs niet de normale daad, maar zelfs een vermenigvuldiging van jouw daad. Dus kijk, subhanallah, hoe de barmhartigheid van God met ons Allah is. Ja, en ons tegemoet komt en zegt, luister, ik weet dat je er een beetje tekort in schiet door het jaar heen. Met alles, met je aanbidding, met je liefdadigheid en met veel. Ja, maar ik geef jou nu een maand waarop jij een beetje kan inhalen wat je de afgelopen maanden eigenlijk in tekort bent geschoten. Want misschien ga je het dadelijk niet eens redden met jouw gebed, of met jouw hijab, of met jouw Koran lezen, of Arabisch, of dikker en allerlei andere aanbiddingsvormen. Maar misschien ga jij het juist halen met jouw liefdadigheid. Dat is waar jij dan misschien sterker in bent dan iemand anders die weer in een andere aanbiddingsvorm veel sterker is. Nou, dan is dan de maand Ramadan natuurlijk een uitgelezen kans, omdat alles, ja, we onbegrensd, we kunnen niet eens daar een cijfer op zetten van nou, dus zoveel waard of zoveel waard. Allah laat dat eigenlijk aan hem over en zegt, luister, ik zorg wel voor die beloning, het zal vele malen groter zijn dan daarbuiten. Dus maak daar gebruik van en sla op. Heb je verschillende liefdadigheid? Ja, liefdadigheid in de islam begint al eigenlijk, zoals de profeet, sallallahu alaihi wasallam, vrede zijn met hem, ons zegt, is namelijk al een glimlach in het gezicht van iemand. Dat is al een sadaqa. Tabassumuka fi wajhi akhik sadaqa, zegt de profeet. Zelfs dus eigenlijk iemand tegenmoet komen met een vriendelijk gezicht eigenlijk, en het liefst zelfs met een glimlach, en dan hoef je echt niet de tanden te laten zien, bewijzen van, maar alleen al met een gezicht wat ontspannen is en vriendelijkheid eigenlijk uitstraalt,
ja, dat heeft zoveel effect. En wetenschappelijk is het bewezen dat het bijna eigenlijk betoverend is. Dat je bijna iemand die met jou met een glimlach tegenmoet komt, niet kan haten. Of eigenlijk, zelfs al was je woedend, de woede afneemt. Al was je wantrouwend, de wantrouwen afneemt. Weet je wel, laat staan dat het hem verbindt en eigenlijk het ijs breekt en zorgt soms zelfs voor verbinding en warmte. Zegt de profeet daarom, vrede zijn met hem. Dat is alleen al is een vorm van liefdadigheid. En liefdadigheid is natuurlijk in een luisterend oor. Is inderdaad in het lezen van voor iemand de boodschappen te doen, het helpen, het wassen, het troost bieden, een compliment. Motiverende woorden, een smeekbeden voor iemand doen. Of inderdaad zijn zorgen wegnemen, op welke manier dan ook, zijn schulden aflossen. En zo, een cadeautje te geven, te herdoen, te herbo. Dus zo zie je, ja, dat is op verschillende manieren waarop jij dus eigenlijk liefdadigheid kunt uitvoeren. Oh, dus dat is het mooie ook, Khalid. Allah, die weet dat er natuurlijk, hij is de alwetende, heeft ons verschillend geschapen. En weet dat misschien Khalid veel sterker is met die vorm van liefdadigheid. En Ali misschien veel sterker met die vorm van liefdadigheid. En Fatima met die, en Rashida met die, en Vanessa met die, en Bart met die. We hebben allemaal eigen kwaliteiten en eigen sterktepunten en eigen talenten. Dus de schepper gaat ook ons, met ons zo om van, hey, doe goeds met waar jij in uitblinkt, wat jij goed kan. Weet je, ik beperk het niet alleen hieraan, want dan zou de rest eigenlijk... ja, afvallen of benadeeld zijn, weet je. Want die kunnen het niet of hebben, ja, gaat hun niet makkelijk af. Het ligt hun soms niet, misschien ook een hoge drempel. Dan zou er een heleboel afvallen voor liefdadigheid. Ja? En daarom is God eigenlijk, haalt alle drempels weg en zegt, iedereen kan liefdadigheid uitvoeren. En als jij financieel niet in staat bent op dit moment, dan zou jij alleen maar al bijvoorbeeld kunnen delen van deze live. En dan zou je misschien jou van bij Rocco Foundation bekend kunnen maken bij anderen. Je zou in je eigen netwerk, als je zelf niks uit te besteden hebt, misschien wel anderen kunnen inspireren, motiveren, die misschien zelfs meer gaan uitgeven dan jij ooit had uitgegeven als jij wel zelf had kunnen. Dus dat is ook een vorm van liefdadigheid eigenlijk. Ja, het delen, het inspireren van anderen. De profeet sallallahu alaihi wasallam geeft aan, het dalu ala al-khairi kafa'ili. De profeet geeft aan, iemand die iemand anders bekend maakt met al-ghair in het Arabisch is dus iets goeds, een goede daad. Dus wanneer ik jou inspireer tot een goede daad, of dat ik met jou dat zo'n link deel, of dat ik jou persoonlijk spreek en zeg, hey Khalid, luister nou, weet je wel, het zou mooi zijn als je dit of dit. Dus fysiek, met woorden, of met een link, of met wat voor manier dan ook. Iemand die iemand anders inspireert met iets goeds. Soms alleen maar door zelf te doen en niks te zeggen. Mensen volgen gewoon jouw voorbeeld, zoals je kinderen en noem maar op. Dus degene die dat doet en anderen inspireert, is als degene die het uitvoert. Dus jij ligt te slapen en je hebt helemaal niet door dat je anderen hebt aangezet om te doneren. En je hebt zelf niet gedoneerd, maar je hebt wel bij Rocco Foundation bekendgemaakt, of misschien de live, of een link gedeeld of iets dergelijks. Terwijl jij niet eens door hebt dat die en die en die en die allemaal als een vuurtje is het verder gegaan. En die hebben gedoneerd. Jij ligt op je oor te slapen en ik zijn voor jou aan het noteren. Hey, maar wacht even, daar komt weer 100 euro bij, daar komt weer 2 euro bij, daar komt 1000 euro bij. Hey, daar is weer een weeshuis weer op jouw rekening, er is weer een goede doel op jouw rekening. En jij hebt het niet eens door. Kijk, subhanallah, hoe Allah met ons wil. Maar waarom? Omdat jij de aanstichter was daarvan. Subhanallah, dat is echt prachtig om te horen, zeg. Ja. Ik vind het ook al mooi, want ik denk dat heel veel mensen die nu kijken natuurlijk exact weten wie je bent. Ik heb je net al voorgesteld, Ali. Het lijkt me sterk dat de mensen die nu kijken, die niet weten wie jij bent. Zeer inspirerend. Jij geeft ook lessen, hè? Oh. Over inspiratie gesproken. Ja, nu een beetje een moeilijke tijd natuurlijk om lessen te geven. Je geeft wel online lessen. En ja. Wanneer start je daar weer volledig mee? Met de online lessen bedoel je? Of, ja. De online lessen zijn bezig. Dus ik heb nu in de week dat ik nu in Somalië zit geen lessen. Maar we zijn eigenlijk vanaf voor de Ramadan begonnen met de meest productieve Ramadan. Een soort van voorbereiding op de Ramadan. We zijn in week 1, vertel me over Allah. Een cursus van 4 avonden. Lekker bezig met de namen van Allah. En geliefd raken met Allah. En eigenlijk houden van Allah. Waardoor dus aanbiddingsvormen een stuk makkelijker worden en eigenlijk
meer uit kunnen halen dan wanneer we Allah niet goed kennen. Dat hebben we afgerond. We zijn tweede week zijn we bezig geweest met de reis naar het hiernamaals. Steeds meer mensen verliezen mensen om ons heen. Afgelopen jaar hebben we zoveel mensen om ons heen moeten begraven. Maar die reis eigenlijk, dat sterven en het vertrekken naar een volgende wereld waar wij in geloven als moslim. Dat is meestal iets waar we een afkeer voor hebben of angst voor hebben. En eigenlijk niks over willen horen. Omdat wij zijn opgevoed met alleen maar het doemscenario. Alleen maar het fout, de straf en ja, wanneer het fout bewijzen van loopt. Ja, en ik heb daar een serie voor gemaakt waarbij we juist alleen maar de mooie kant belicht, dat je bijna eigenlijk gaat verlangen van oké, nou als het zo is, ik verlang, ik had er inderdaad een verkeerd beeld bij. En ik weet nu wat er met mijn oma of opa of vader of moeder gebeurt en waar die naartoe is en ik kan er rust in vinden en ik zijn mooie tekenen. Dus een heleboel die cursus hebben gevolgd, hebben het ook als een troost ervaren, als er iets moois ervaren waar ze eigenlijk wat hun helpt bij hun verwerkingsproces. Dus die lessen hebben we ook gegeven, heel mooi afgerond. Nou, dit is nu even een tussenweek en dan begint, als ik terug ben, dus volgende week inshallah, de laatste cursus. En dat is van de put naar de top. Aan de hand van het verhaal van Yusuf alayhis salam, Jozef vrede zijn met hem, leren wij. We worden allemaal beproefd op allerlei manieren. Nou, er is geen prachtig verhaal om te vertellen met leerstellingen erbij staan. Ja, je hebt de lessen zelf gevolgd, dus je weet ook dan eigenlijk juist de link probeert te leggen van het hedendaagse leven. In je huidige setting naar zo'n verhaal. Wat kun je eruit halen? Wat voor beproevingen maken we mee? Hoe kunnen we daarmee omgaan? Hoe kun jij, en daar heb je ongetwijfeld in gezeten, allemaal hebben erin gezeten, sommigen zitten er nog in en sommigen raken er nog in vanuit de put juist omhoog klimmen naar de top. Maatschappelijk, zakelijk, relationeel, spiritueel, gezondheid, noem maar op. Hoe raak je eruit? En dat is dus een cursus die volgende week gaat beginnen. Misschien goed om te vermelden, Khalid, is dat ze sowieso erop blijven 3 maanden. Dus als je ze nog niet had gevolgd, je kan ze nog steeds op mijn Insta terugvinden. En tenminste, je kan je daar nog steeds voor inschrijven. En dan kun je ze alsnog volgen nu in de Ramadan. Misschien maak je de laatste deel van de Ramadan jou de meest sterke Ramadan op kennis opdoen. Inshallah. En ze zijn altijd terug te kijken in jouw eigen tempo als je ze live mist. Ja, zo is het inderdaad. Educatie is heel belangrijk. Maak ik even een klein brugje naar. We zijn bezig om een school te bouwen in Sierra Leone. Ja. Voor maar liefst 300 kinderen. Mooi. Ja, we hebben een hectare grond gekregen van de overheid. Wij moeten inzamelen €32.000. €32.000, er zit namelijk echt alles in. Het is een compleet pakket. Dat is het doel? Het is het doel, €32.000 inderdaad. Ja, nou, we moeten dan. Even kijken, er zit meteen salaris in voor 5 jaar voor de leraren. De kinderen krijgen dagelijks maaltijd. Er zit de kleding in, de inboedel zit erin. Een bibliotheek zit erin, het is een compleet pakket voor €32.000. Dus mashallah, dat is echt een goed haalbaar bedrag, zeg maar. Ja, om dat te kunnen realiseren, inshallah. Voor mensen die nu kijken, we hebben natuurlijk website barocco.com. Daar kun je natuurlijk doneren als je wilt. Als je iets hebt. En ja, zoals Ali al zei. Ja, donatie is natuurlijk heel belangrijk. Niet alleen maar financieel. Maar je kan ook natuurlijk delen, liken, et cetera. Ja, dat is heel belangrijk. We willen natuurlijk die school met z'n allen realiseren. En zonder jullie kunnen wij met z'n allen natuurlijk niks. En ook Ali is daar natuurlijk heel druk mee bezig. Om donaties te werven. En natuurlijk allemaal voor het goede doel. Alles gaat 100% naar het goede doel. We hebben ook een ambistatus, ook wel belangrijk om te noemen. Ambistatus, dat is 100% aftrekbaar van de belasting. Als je een gift doet, en zeker als je een bedrijf bent en je maakt winst, dan is het ook 100% aftrekbaar. Dus zo belangrijk is educatie, Ali. Voor die kinderen die daar dus op dit moment niets hebben, die moeten volgens mij, als ze naar school willen, moeten ze volgens mij tussen de 10 en 15 kilometer lopen. Loopt ze ongeveer 2 uur op. Is educatie heel belangrijk, tenminste zoals ik het zie, als zelfredzaam. Dus je investeert in je toekomst, waardoor de gezinnen zelfredzaam worden. Hoe doe jij dat bij jouw foundation? Want jij bent ook bezig met scholen, met weeshuizen, et cetera. Nou, hoe ver zijn jullie met die 32 dan, als ik vraag mag? Wij zijn nu op 6.500, geloof ik, zijn we nu. Dat is zo. Ja, dus ik had er nog een 25 ongeveer bij moet. Nou, dat moet lukken in deze Ramadan, vol zegening, inshallah. Met al die
Dus als iedereen daar de schouders onder doet, er zijn projecten die zelfs van tonnen zelfs rondgekomen, laat staan voor zo'n bedrag. En als ik dan ook hoor het aantal die daarvan profiteren, 300 kinderen, zelfs met een maaltijd en eigenlijk de inboedel en de salaris en alles inbegrepen is, dan is dit echt een buitenkansje die jij gewoon heel makkelijk op jouw rekening kunt bijschrijven met een simpele donatie. En jij dadelijk 300 kinderen constant eigenlijk voorziet van educatie, van dus inderdaad een eerste springplank, noem ik het altijd, voor een betere toekomst. Al bewijzen van. Al zou het niet in dat land zelf zijn, maar dat is een eerste stap. Want de meesten die daar niet naar school gaan, die groeien ongeletterd. En die zouden nergens eigenlijk dus kans maken waar ze ook naartoe zouden vluchten of naartoe zouden gaan. Natuurlijk hoop je dat ze in het land zelf blijven om het ze mee te helpen ontwikkelen en dragen enzovoort. Dus dat is al een hele mooie eerste basis die we leggen. En dus ik zou zeggen echt kijkers, volgers, kijk even bij rocco.com. Deel het. Kijk eventjes ook creatief in welke actie je kunt ondernemen. Misschien ben je een ondernemer of een onderneemster die zegt, weet je wat, ik kan het niet nu in financiën bewijs van direct doneren, maar ik heb hele leuke diensten die misschien normaal heel duur zijn of misschien of wel te veel prijs daar ook bij hangt. En die geef ik wat dat betreft voor één dag dat ik dat doe, schenk ik de volledige opbrengst of een deel daarvan aan zo'n weeshuis of aan zo'n school. Dus ook ondernemers, neem contact op met Barocco. Misschien wil je ook eventjes jouw product of jouw dienst of wat dan ook even bekendmaken daarin. En dan is het een win-win situatie. Inshallah zal het alleen maar met meer zegeningen en klanten en baraka terugkomen. Maar er is niks moois dan jouw talent, jouw dienst eigenlijk juist in het spel te gooien om deze school te realiseren. Wat je vraag betreft, Khalid, ja, wij als de Ghatal Foundation leggen de focus inderdaad op drie zaken als grote projecten. Dan hebben we het over school, weeshuis of een ziekenhuis willen wij realiseren in de landen waar wij actief zijn. Dat zijn de grotere projecten. We hebben nu in Somalië dus al een school gerealiseerd en we zijn nu keihard aan het werken voor een school. Voor 500 kinderen met 120 weeskinderen, dus een weeshuis en school in Afghanistan, waar we mee bezig zijn. En daarna gaan we inshallah naar Jemen. Dus vooral landen eigenlijk waar het wat heftiger aan toe gaat, waar mensen niet zo snel komen, waar organisaties niet zo makkelijk durven te komen. Juist in dat soort landen is het nog harder nodig. Daaromheen doen wij dan projecten zoals de projecten waar ik nu voor ben, van voedsel tot operaties, tot medische dingen, tot weeshuizen, kinderen enzovoort, en waterputten en dat soort zaken. Dus de hoofdzaak ligt op educatie, precies om de reden ook waar jullie denken in zijn gestapt, omdat je moet je niet vergeten in dat soort landen, Galit, en ik denk dat jullie, je bent er zelf geweest toch? Nee, ik ben nog niet geweest. Nee, de bedoeling is om wel naartoe te gaan natuurlijk. Ja. Okay. Ja, nou, je gaat dan zien als je met dit soort werk doet of vaker reizen naar dat soort landen of zo. Ik zit nu bijvoorbeeld, ik kom net van een kamp hier, een vluchtelingenkamp. De buitendingen van Mogadishu. En dan zie je, en dan laatst ook in Afghanistan. Mensen die vluchten voor de oorlog, laten alles achter. Komen dan ergens in een kamp terecht. Of dat nou door een oorlog of door een hongersnood is. Maar jij moet beseffen dat jij nu 1 jaar thuis hebt gezeten. Ja. Met internet, met Netflix, met je Xbox of je PlayStation. Ja. Met nog een ommetje, met nog educatie, met nog familiedingen, met nog duizenden andere zaken. En je begint nu al je leven moe te raken. Je wilt, ja. Je gaat al zelfs, weet je, allerlei dingen ondernemen om tegen de wet in te gaan. Allah, dat is echt zo, ja. Het is zo pijnlijk, weet je, met alles wat we hebben. Met alles. We hebben de tv die gaat. Er zitten nog duizenden kanalen in. De internet doet het nog op 4 dingen. En dus met alle middelen die je hebt. En je haat je leven omdat er niks te doen is. Omdat je niet een dagelijkse structuur daarin hebt. Nou kun je het voorstellen voor zo iemand op zo'n kamp. Die staat op. Ziet niks anders als een uitzichtloze situatie. Heeft alleen maar een tent. En heeft misschien inderdaad duizenden anderen die hetzelfde probleem hebben. Die hebben niet eens een bal. Vandaag een ballon, Galit. Een ballon. Je weet, onze kinderen en wij zijn zo verwend in Nederland dat als je met een PlayStation 4 nu komt, krijg je hem naar je hoofd, want de 5 is al uit. Ja, weet je wel? Dat is echt zo. Ja, dat is niks gelogen. Het is keihard, het is pijnlijk, weet je wel. Het is confronterend soms. En daarom is het, dit soort reizen zijn ook goed voor mezelf, om weer even dankbaar te worden en even, weet je wel, te landen. Een ballon, waar je, nogmaals,
Hoe 50 kinderen daar gelukkig mee kunnen zijn. Hoe 50 kinderen daarmee kunnen lachen, kunnen gieren, brullen, losgaan enzovoort. Waarom? Omdat ze nu niks anders zien als een uitzichtloze situatie. Opstaan, mensen dezelfde problemen. Er is geen daginvulling, er is geen speelgoed, er is zelfs geen eten, er is geen onderdak. Ja, wat moet je? Dus ja. Laat staan als jij dus dan met een school komt. Ja. Kun je het voorstellen dat dan zo iemand opstaat en dus inderdaad om 8 uur of 9 uur of whatever weet, ik ga naar school. Nou, ik krijg een leuke les, ik krijg misschien letters, ik krijg liedjes, ik krijg zang, ik krijg sport, ik krijg ontwikkeling, sociale ontwikkeling. Los even van echt de stof of het leren of de toekomst. Alleen al die afleiding, dat ik in ieder geval een paar uur niet, weet je wel, daar hoeft te zijn in een tent of eigenlijk uit verveling gewoon helemaal depressief hoor. Alleen dat al. Dus het is zelfs ook echt letterlijk een therapie in school. Hè. Bij ons is een school, heb je nu gemerkt van hoe belangrijk het kan zijn als je dat niet mag bezoeken. Ja, en hoe de kinderen worden als je ze thuis houdt. Nou ja, die van jou is nog te jong, Khalid. Maar inshallah gaat hij dadelijk wat ouder worden. Inshallah. Nu wil je hem nog heel graag de hele tijd bij je hebben. Maar straks hoop je echt wel dat hij eventjes... Nou, jij zegt het, hè, toevallig. Ik ben een dagje weg geweest, want ik had een examen. Dus ik sliep gisteren in een hotel, ben vandaag thuisgekomen. Ik miste hem gewoon echt zo erg. Ja. En dan heb ik niet zo'n 24 uur, hè? Ja. Ik wilde zo snel mogelijk naar huis. En inderdaad, wat je zegt, ja, het is gewoon... Voor die kinderen echt, ik ervaar het. Ik zie, je bouwt geen school. Je bouwt ook een ziekenhuis. Het is tegelijkertijd een maatschappelijke instelling. Ja. Het is tegelijkertijd een... Psychologisch een, ook. Een psychologische... Weet je dat? Het is zo'n zorginstelling wat je bouwt. Ja, ja, ja. Los van een school. Het heet school. Maar als je echt naar de inhoud kijkt... Het is een trauma, het verwerken van trauma's. Van oorlog of van honger of van moeilijke leefomstandigheden waarin ze leven. Dus een school bouwen. Jullie zitten in Sierra Leone, zei je? Sierra Leone, ja. Ja, in Sierra Leone is even anders dan een school bouwen in Nederland. Dat wil ik jullie even meegeven. Weet je wel, in dit soort landen, ook hier bijvoorbeeld in Somalië of in Jemen of in Sierra Leone of Afghanistan. Een school bouwen is geen school. Een school bouwen is daar in een school, een maatschappelijke instelling, een trauma, dingen, hoe heet dat, een ziekenhuis. Het is veel meer dan dat. Ja, ja. En dan gaan we nog eens kijken inderdaad van, oké, en het laatste gedeelte, het educatieve gedeelte, waardoor ze inderdaad de ongeletterdheid tegen moet gaan en daardoor dus ontwikkeling. En ja, wie kennis heeft mag dus... Wil je een betere toekomst creëren, dan is dat de eerste generatie waar je in moet investeren. Die dadelijk hopelijk wel met oplossingen komen voor hun land. Voor de armoede, voor de economie, voor de politiek, whatever. Maar in ieder geval voor hun directe omgeving misschien de eerste zijn in hun familie die geschoold, geletterd is. En misschien het eerste baantje heeft en daarvoor al weer een hele familie dadelijk kan zorgen. Of misschien de hoop eigenlijk van zo'n familie en zo'n omgeving. Dus ik krijg er niet over uitgepraat, dus ik hou mijn mond maar netjes. Nee, maar ik vind het prachtig, want het is zo inspirerend. Het is ook gewoon als we les krijgen van jou. Ik mis trouwens echt gigantisch die fysieke lessen, Ali. Echt, ik hoop dat ze zo snel weer te zijn en dat je hier inshallah weer in Eindhoven bent. Inshallah. En ik hoor het echt van iedereen, hè? Iedereen die in die lessen zat, die ik allemaal ken. Die zeggen allemaal van, we missen het enorm. Inshallah gaat dat heel snel weer gebeuren. Ja, ik heb ook. Heb je daar inzicht over? Sorry? Heb je daar een beetje vooruitzicht in, hoe vat? Nee, eerlijk gezegd, ik denk dat je het zelf nu weet. Je durft geen inzichten meer te hebben de afgelopen, wat we nu hebben meegemaakt. Elke keer als je maar dacht dat je een beetje een indicatie had, kom je erachter dat het langer duurt. Dus op dat vlak durf ik niet eens meer een deadline of een datum of wat dan ook te pakken. Dat is op zakelijk vlak, ook als ondernemer in de horeca enzovoort, heb ik dat de afgelopen jaren heel mee beproefd. Dus elke keer dacht je en had je een beetje hoop. Ja, en met dit soort zaken ook. En met reizen bijvoorbeeld, wat ik deed ook. Dus ik focus nu echt letterlijk op datgene wat ik wel nog kan. En dat is bijvoorbeeld dit soort zaken. En ik zie het wel, maar zodra het mogelijk is en zeg van oké, zonder, weet je al, te veel beperkingen. We gaan het weer fysiek oppakken. Ja, dan gaan we dat zeker doen. Want online is leuk, maar er is niks sterker dan de feeling met je publiek. De sfeer, de interactie en dat soort zaken. Dat is voor mij in ieder geval. Er zijn docenten die dat prima kunnen, maar voor mij
is zo'n fysieke les altijd, heeft dat ja, meer. Ja, mashallah. Ja, ik hoop dat het inderdaad heel snel, dat heel snel weer gaat gebeuren. Want volgens mij snapt iedereen daarna ook een stukje educatie en een stukje ja, in je hoofd, zoals je zegt, ook psychologisch ook. Hè, bepaalde richtingen in die wij, ja, ik moet nog heel veel leren. Jij bent heel geleerd. En, Nee, dat moet je niet juist willen. In ieder geval, laten we zeggen, je bent meer geleerd dan ik. Laat het dan nou, daarop dat, houden. Dat ligt eraan over welk onderwerp. Nou, goed. Ja, over hetgeen wat jij, waar jij les in geeft. Oké. Dat is wat Federman zei. Het is een instituut voor de rest van je leven. Het is een prachtige zin, inderdaad. Het is een school. Ja. Het is echt een instituut voor de rest van je leven. Dus dankjewel, Federmans. Heel mooi. We hebben hieronder, Ali, hebben een tikkie linkje gezet voor de mensen die doneren. In de tussentijd is er €75 binnengekomen. Mashallah. Mashallah. Mogen Allah rijkelijk belonen. Ja, als mensen zoiets hebben van, nou, ik heb nog wel een centje over ergens links en rechts, want het is coronatijd geweest, je hebt weinig kunnen uitgeven waarschijnlijk, of heel veel, ik weet niet waaraan, maar dat kan, hè, lau alum. Ja, heb je iets over? Ja, hè, maakt niet uit wat het is, alles is welkom, het is geheel vrijblijvend. En dan zit hieronder, heb ik een tikkie vastgezet, als je daar op drukt, dan kom je op een website en dan kan je gewoon zelf een donatie doen, wat je zelf wil natuurlijk. Hey Ali, ik heb nog een vraag aan jou. Hè. Hoe begaat Ramadan dit jaar met jou of voor jou? Ja, zoals je weet, ik zorg wel dat ik bezig ben en bezig blijf. Dus voor mij is het vorig jaar al eigenlijk voor iedereen wel een unicum geweest. En ik had dacht dat ik dan een mindere Ramadan zou meemaken. Maar Allah heeft me echt vorig jaar gezegend met een nog betere Ramadan dan ik ooit heb gehad. Weliswaar, ja, er vallen dingen uit zoals de Taraweeh, wat natuurlijk is. Maar daardoor ontdekte ik een andere zoetigheid in het thuis, de Taraweeh. En thuis andere dingen op te pakken. Ik bleef actief ook de lessen. Helaas, de lezingen, ja, die fysiek. Dat miste ik wel, want ik merk nu dit jaar, subhanallah, nu het wel weer een beetje mogelijk is. Ik heb nu een paar lezingen gehad, weer fysiek in moskeeën, die het wel aandurven. Natuurlijk met de richtlijnen. Hoe lekker dat wel niet is om weer eindelijk voor een publiek te zitten. Dat voor je zit gewoon en echt meegaat in het verhaal en dat soort zaken. Dus ik heb het echt wel gemist, heb ik gemerkt. Dus ook nu zijn we gewoon weer begonnen met de lezingen, fysieke lezingen, daar waar moskeeën ons hebben ingepland, zeg maar. Ja, en voor de rest heb ik het gevuld met zoveel mogelijk studie, zelfstudie, maar ook lessen geven. En met zo'n project als nu, de richtlijn om nu fysiek hier te zijn. En dadelijk als ik terug ben, de laatste 10 nachten eigenlijk te investeren in dit weeshuis. Proberen dat bedrag ook binnen te krijgen. En hopelijk dat we in augustus het kunnen gaan openen, inshallah. En wat moeten dus jullie binnenhalen, Ali? Huh? Wat is jullie streefbedrag? Wij zitten op het deel wat wij voor onze rekening hebben genomen. Dat zit op 120.000. Dat is een weeshuis en school. En wij werken daarin samen met Stichting Hiba en Habib en IH Nederland. Die dan andere deel van 150.000 eigenlijk ook voor hun rekening nemen. En samen was dat één groot complex met een jongensweeshuis, een meisjesweeshuis, een jongensschool, meisjesweeshuis. Jongensweeshuis en een moskee daartussen. Met een watersysteem voor het hele dorp, zodat ze ook allemaal water hebben. Dus het is echt een groot uitgebreid project, inshallah. Dus, als mensen zoiets hebben van ik wil wel eens meer informatie erover, heb je daar een website van, Ali? Volgens mij wel. Gewoon bij mijn Insta en mijn bio staat volgens mij een link en anders plaats ik die straks staan. Maar als je een beetje door mijn dingen scrolt, Facebook of Insta, dan vind je automatisch daar informatie over. En anders gewoon op www.alghatafoundation.nl. Dan vinden ze er alles over terug, inshallah. Hoe gaat het met sport, Ali? Ja, ik kreeg een berichtje toegestuurd van, kun je dat even vragen aan Ali? Hoe gaat het met voetbal? Oké. Okay. Ja, iets helaas luchtigs. Is dat ons een beetje afgenomen. Hè? Dus dat laatste beetje wat we nog deden, dat is, maar dat is wel eens te zien volgens mij. Hè? Degene die dat bericht heeft gestuurd, die heeft het volgens mij kunnen zien dat we wat bijgekomen zijn. Ja, ja, dus, ja, ik heb ook vooraan gestaan bij het uitdelen, dus wat dat betreft. Op dit moment mooie helaas. Dus ik ben echt de afgelopen maanden vooral bezig met het wandelen. En ik pak wel mijn dagelijkse beweging. Dat wel.
En daar waar ik met mijn zoontje of wat dan ook eens een keertje een balletje trap of weet ik veel, gewoon lekker buiten om even weer bezig te zijn. Ik merkte vandaag, ik was met de ballonnen bezig met die kinderen en ik was helemaal buiten adem. Ik denk, wat gebeurt hier, Joden? Wat moet ik daarbij zeggen? Ging ik mezelf excuses geven? Nee, Ali, maar het is wel 40 graden en je bent vastende om een beetje, weet je al... enigszins een excuus. Weet je al, enigszins een beetje mezelf toch niet helemaal dingen. Maar als ik nu ik voor een spiegel zit, toevallig, denk ik van nee, Ali, joh, dus het heeft echt wel met andere dingen te maken. Mashallah, ja, man. Ik krijg veel berichten binnen, Ali. Ook vanuit België. Even kijken. Ik zie hier Beauty Time. Hoboken zegt, ik ben vanuit België, heb 100 euro gestort op de bankrekening. Oh, mashallah. Mogen Allah jullie rustig zegenen. Mogen Allah het in veelvoud doen terugkomen. Mogen Allah die 100 euro namelijk op de mizan van Hassanet ook van je ouders doen plaatsen. Mogen Allah het een sebab laten zijn voor de genezing van mensen die, die je lief hebt. Mogen Allah het een sebab laten zijn voor jouw binnentreden tot het paradijs samen met jouw dierbaren. Mogen Allah daarmee al je zonden vergeven en al je goede daden accepteren. En de poorten openen van die tot nu toe gesloten bleven van Al-Ghair. Jazakum Allah. Amen, amen. Ja, mensen vragen allemaal van Assalamu alaikum, hoe is het voor België? Ja, goed, als je naar de website gaat, barocco.com, en je drukt op doneer nu, kan je ook gewoon vanuit België kun je gewoon doneren. Dus dat is allemaal... Oké, stop. Ja, maar, want met tikjes lukt het niet. Belgen die zijn nog niet getikt. Nee. Dus, nee, dat is alleen maar goed wat dat betreft. Wij zijn hier een beetje getikt in Nederland. Maar ik krijg wel vaker inderdaad dat ze dus dan een link willen of een, hoe heet dat, een banknummer. Maar als jullie dat op een site hebben, is dat helemaal ideaal. Ja. Hey Ali, ik heb hier een mooie code. Ik zal het niet te lang meer maken voor je, want je bent natuurlijk ook daar en ver weg en kost je ook allemaal MB's. Krijg ik daar een rekening van jou? Ik zit op de wifi, dus maak je daar maar niet druk. Nee, dan blijf ik nog even. Ik heb hier een mooie code, Ali. En die luidt als volgt. Jouw liefdadigheid wordt niet geaccepteerd, even kijken hoor, totdat je gelooft dat jij de beloning meer nodig hebt dan de bedelaar het geld nodig heeft. Ja. Dat is een hele mooie en sterke quote. En dat is subhanallah, ik heb net voor jullie live, zat ik met een andere groep live over dit thema en onderwerp. En ik zei ook al tegen ze, wat we vaker moeten beseffen is dat datgene wat wij geven, dat dat niet voor hen is, maar dat is voor ons. Het klinkt heel egoïstisch, maar wij hebben het hardst nodig. Allah beproeft zijn mensen op verschillende manieren. De ene beproeft hij met honger, de andere met de onveiligheid, de andere juist met rijkdom en met voorspoed. En kijkt hoe die allemaal in eigenlijk elkaar aanvullen of elkaar helpen of eigenlijk de beproeving van elkaar gebruiken om daar goed uit te komen en daar op de ladder van Allah azawajal, van tevredenheid van Allah te klimmen. En Allah geeft ons dus mensen in landen en in onze omgeving die beproefd worden om ons te beproeven. Om te kijken, oké, maar hoe zit het met jou, Ali? Hoe zit het? Er is iemand die ziek is, maar jij bent gezond. Jij kan hem of haar optillen. Waarom heb je hem niet opgetild? Ja. Ja, als jij zelf ook verlamd was, dan kon je zeggen, ja maar God, maar ik ben zelf ook verlamd, ik kan mezelf niet, ik heb iemand anders die mij optilt. Maar jij bent krachtig en de andere wilt alleen maar op bed, of alleen maar in de auto stappen, of alleen maar op een stoel terechtkomen. Dan is mijn beproeving, die gezondheid die ik heb, help ik hem of haar op die stoel, of op de plek waar hij wil zijn. Dus... en voor hem is het die beperking inderdaad, dat hij niet kan lopen, dat hij niet kan doen. Wat heeft hij nog wel of heeft zij nog wel wat zij kan gebruiken in de tevredenheid van Allah. Dus ik blijf zien dat het komen naar dit soort landen of het creëren van zaken in, zoals jullie doen in Sierra Leone, dat wij dat harder nodig hebben. En dat is precies eigenlijk wat Aisha radiallahu anha, de vrouw van de profeet sallallahu alaihi wasallam, toen zij een keer... zoals je weet, de profeet, vrede zij met hem, die had het vaak niet breed. Heeft honger geleden enzovoort. Maar heeft ook wel eens fases op een gegeven moment gehad, dat er dus eigenlijk cadeaus, of hoe heet dat, dus het een beetje van voorspoed was. Al is het maar een paar dagen, maar soms gingen er echt 3 maanden over dat de profeet, vrede zij met hem, niet eens warm eten had. Dus eigenlijk alleen maar leefde op water en dadels en misschien wat koud brood wat over was gebleven enzovoort. En eens in de 3 maanden kwam er dus eigenlijk wel iets voorbij dat ze dachten, oké, dan kunnen we even een schaap slachten of een kip slachten of whatever. Weet je wel, eventjes
Maar als dat kwam, als er dus weer een kans voorbij kwam, en er was weer bijvoorbeeld een geit of een schaap dat dan eindelijk eens binnen is, de profeet Sassam had zo'n moment. En toen ging die weg en kwam die terug. Dus nadat hij geslacht was, oké. Okay, hij kwam terug en zei tegen Aisha, tegen zijn vrouw, ook, ja Aisha, nou lekker, wat is er, is er nog wat eten, wat vlees, weet je, eindelijk is een keer iets anders. En dan toen zei ze, ja Rasulallah, er is niks meer van over, behalve de schouder. Aisha kende haar man heel goed, ze wist dat de profeet, vrede zij met hem, een zwak had voor eigenlijk de schouder, zeg maar, van het vlees. Dus zij had in principe de rest allemaal weggegeven. Zo waren ze ook. Ook al heb ik het moeilijk, maar heb ik een keer wat. Dan is het niet, ja, maar ik heb al 3 maanden niks gehad, dus hup, helemaal voor mezelf. Allah. Nee, dit is wat ik nodig heb eigenlijk. En de rest, hey, die anderen hebben het ook misschien niet. Of die hebben ook al 3 maanden of 4 maanden niks. Dus laten we dan die zegening juist delen. En met elkaar eigenlijk het vieren dat we eindelijk iets hebben. Dus wat had zij? Ze had eigenlijk het favoriete deel, de schouder eigenlijk van het lammetje of van de lam of geit overgehouden. En de rest had ze weggegeven. Dus dat zei ze ook tegen de profeet, vrede zij met hem. Ja, Rasulullah, ma baqiya illa ad-dar'. Er is niks van over behalve de schouder. En toen zei de profeet, sallallahu alaihi wasallam, nee ja, Aisha, dan moet je het anders verwoorden. Ja? Er is, alles is over behalve de schouder. Want alles wat je weg hebt gegeven, heb je juist gestuurd naar jouw bankrekening. Ja. Datgene wat over is, Allah. Ja. Datgene wat over is, kan jij dadelijk zelfs niet eens eten. Misschien krijg je op dat moment een kortsluiting, een epileptische aanval of een hartstilstand of een ziekte. En je kan het niet eens eten. Dus het is nog niet eens van jou. Maar waar je zeker bent wat van jou is, is wat je hebt uitgegeven. Want dat, klaar, dat kan je niet meer terugnemen. Kijk, subhanallah, dus juist datgene wat je weg hebt gegeven, daar ben je zeker van, dat zit in ieder geval op mijn rekening. Dat heb ik gestuurd. Ja. Weet je wel? En alles wat wij hebben, is dadelijk in principe, als wij het niet zelf direct gebruiken, is alleen maar nalatenschap waar mensen na ons van gaan profiteren. En is het dus niet van jou en mij, maar voor die mensen voor wie het eigenlijk nog bestemd is. Dus wij moeten ons heel erg focussen op wat is daadwerkelijk voor mij. Dat is wat ik namelijk bijvoorbeeld heb geïnvesteerd in een school in Sierra Leone. Dat is daadwerkelijk waarvan ik zeker weet, oké, okay, dat is binnen, dat staat op mijn rekening. Als ik dadelijk Melk el Mout tegenkom, en die gaan we allemaal tegenkomen, en ik word een meter onder de grond gestopt, en ik kom in de wereld van de ziel, en ik kom in de volgende wereld, is mijn huis daar alvast klaargemaakt. Ja. Je had altijd dat je, subhanallah, vooral ook onze ouders, keihard hun best deden. En dan als ze iets hadden verzameld, weet je, nadat ze zoveel gezinnen hadden onder hadden, zoveel kinderen, zoveel dingen, zoveel dit, hielden ze altijd iets over. Ze stuurden dan naar Marokko alvast weer om iets te bouwen. Iets te bouwen, iets te bouwen. Om dan na een jaar of na 5 jaar, als ze er eindelijk naartoe gaan, dan yes, weet je. En je weet dan, als je iets hebt gebouwd en je komt daar en je kan er echt in leven zelf en je hoeft niet meer te huren, je hoeft niet bij die tante meer te logeren, je hoeft niet bij mensen last te zijn of zoiets. Hoe lekker dat is dat je weet, ik heb wel elke keer wat gestuurd en nu heb ik daar iets gebouwd. En je geniet ervan en kijk maar naar onze ouders, dat ze, ja, dat is niet iets, dat hebben ze echt met bloed, zweet en tranen gecreëerd. Allah, wat ja. Een bijzondere plek in ze heeft. Ook al geef je ze een andere villa of een andere stuk grond of weet ik veel. Nee, nee, dat wat ze met halal voor hebben gezweet, ik heb geïnvesteerd en gestuurd, geeft een lekkerder gevoel. En dat sturen om te bouwen, omdat ze eigenlijk, weet je wel, dat is wat we in doen zijn hier met zo'n school. Jij stuurt omdat je daar je paleis wil bouwen, omdat je ervan overtuigd bent als gelovige, zeker als moslim, dat je daar voor eeuwig leeft. Hier kan elk ander moment jij of ik onder een bericht staan als naam van inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Morgen salat al-janaza na het doorgebed in moskee die en die. Ja. Het enige wat verandert zijn de namen die er op die dingen komen tegenwoordig. Zelfs de tekst blijft hetzelfde. Zelfs die appjes. Ja, alles, die appjes. Er is nu alleen maar nog verandering van subhanallah. Zelfs dat zijn dood. Allah, ja, echt. Eentje die stuurde, die stuurde nog met een oude naam. Van, ja, mogelijk laatst die laatste stukje nog. Je hebt het niet gehoord. Ik denk, nou, wie is nou dood? Die of die? Langzaam. Als je iets doorstuurt, kijk dan dat je op zijn minst fatsoenlijk nakijkt. Dat je niet die persoon al 3 keer laat sterven en 3 keer een genèse gebed voor gaat vragen.
Maar zo triest is het en zo vaak komt het al voor. Dus we moeten voorkomen dat inderdaad als onze naam daar echt in voorkomt, dat we eigenlijk al naar een plek vertrekken waar we, ja, wat we hebben klaargemaakt en hebben gebouwd. Alles wat we hier achterlaten, geloof me, dat wordt dadelijk of van onze kinderen, of misschien van de schuldeisers of van de belasting of van weet ik veel, of van een of andere stortplaats of kringloopwinkel. Dus het is ook gewoon heel belangrijk, Ali, om te zeggen van luister, het meebouwen aan zo'n school voor 300 kinderen is ook investeren in jouw toekomst. En investeren in jouw hiernamaals. Absoluut, absoluut. Dat is iets wat, waarvan je niet moet onderschatten dat dat misschien zwaarder zal gaan wegen, kan wegen, dan een heleboel mooie aanbiddingen die je doet. Misschien denk jij dat jij de Koran hebt uitgelezen en dat is geweldig, dat is mashallah. Maar kom je bij Allah en weegt die ene euro voor dat ene school in Sierra Leone of een weeshuis of whatever, dadelijk op die weegschaal veel meer dan al die aanbiddingen van jou bij elkaar. Je weet nooit, je weet nooit wat de doorslaggevende zal zijn. Prachtig verteld, Ali. Allah, mashallah. Daar moeten we echt heel erg van bewust zijn, weet je wel. Dat, je weet nooit, het kan die ene cent zijn of die ene euro die meer waard is dan al je tarawih en al je Koran en al je salah bij elkaar. Ja, je vraagt wordt hoe kan ik doneren. Hieronder zit een link onderaan. En als je daar naartoe gaat, dan kom je op de website staan en dan kun je daar gewoon doneren eigenlijk. En Samir, die vroeg net ook iets. Even kijken, ik scroll even zoveel berichten. Ja. Oh, Samir Toep, die vroeg dua voor zijn ouders. Hij zegt, ik ga nu doneren. Wie? Samir Toep, Taup. Oh, mashallah, een bekende natuurlijk. Ja, een bekende inderdaad, ja. Allah, mashallah. Samir, mogen Allah azza wa jalla rijkelijk belonen. Mogen Allah je gezin daarmee beschermen en zegenen. Mogen Allah azza wa jalla jou poorten die tot nu toe gesloten voor jou bleven doen openen. Mogen Allah je het succes daarmee geven in de dunya en de akhira. Mogen Allah je ouders barmachtig zijn en nog lang tussen jullie houden en nog lang van jullie en jullie kinderen doen genieten. Mogen Allah jullie als familie bij elkaar houden en de liefde tussen jullie blijven verspreiden en mogen Allah jullie het succes geven van de dunya en de akhira. Mogen Allah jullie verwelkomen bij de siddiqeen en shuhada, bij de profeten en martelaren en Hasunara Aulaika Rafiqa, mogen Allah jullie laten vertoeven dicht bij Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En ik hou van je en van je broer en van de familie Toep. Mashallah, ja, super, super mooi mensen, mashallah, echt. Ali, echt, kijk, dit, hoe jij het nou net vertelt weer, hè, dan denk ik weer terug aan die lessen die we hier hadden. En nou weet ik hoe erg ik dit weer mis, weet je wel. Hoe jij die verhalen vertelt en subhanallah, hoe mooi jij dat neerzet. Ja, mashallah, echt. Prachtig, prachtig talent. In de tussentijd kun je gewoon online de lessen allemaal nog terugkijken en volgen. En precies zoals ik het nu doe, doe ik het dan online. Het is inderdaad minder dan het fysieke, dat zeker. Maar we moeten niet wachten totdat dat er is. En laten dan kansen voorbij gaan. Precies. Wat ik nu ook zeg, wat we proberen duidelijk te maken. Dit uitstelgedrag van ons kan ervoor zorgen dat we dus eigenlijk op het moment zelf niet het uiterste uithalen. En dat is met alles in onze carrière, weet je. Als we alles blijven uitstellen dat we dat later gaan doen, leven we op dat moment eigenlijk een arm leven waar we dus kansen voorbij laten gaan. Waar die we altijd achteraf, en zeker als we weer 2 jaar verder zijn of 3 jaar verder zijn, ja, altijd met spijt gaan herinneren van had ik maar. Ja, absoluut. En dat is dus waar de shaitan ons er nou toe wil verleiden. Ik had dat ook, Ali. Ik had dat ook. Je zegt dat. Ik had dat ook. Jij kwam hier in Eindhoven. Ja, ik heb nou al een paar lessen van jou gevolgd. In verschillende locaties hier in Eindhoven. Had ik ook de eerste keer toen ik kwam. Ik denk, oké, nou ben ik echt benieuwd wat onze Ali te vertellen heeft. En dan begint het. En het is eigenlijk zo. Je sluit je ogen. Voor mijn gevoel, je sluit je ogen. En dan is het 3 uur later. Je zit helemaal erin. Mashallah. En je neemt dat mee. En ja, heel bijzonder. Heel bijzonder. Echt heel bijzonder hoe je dat vertelt. En ik kan dat niet vaak genoeg zeggen, weet je wel. Maar zelfs mijn nichtjes, die volgen ook allemaal de les. En als ik dan niet kon, deed zij dat opnemen. Of mijn vrouw, die deed dat opnemen. En dan zat ik hier soms s'avonds, deed ik mijn oortjes in. Ging ik op bed liggen. Dan hup aan, 3 uur lang. Ja. En dan gewoon luisteren. Alsof het niks is. Echt. En daarom is educatie, wat jij zegt, zo belangrijk. Om jezelf gewoon dingen te leren en vooral niet uit te stellen. Te zeggen van, wat jij zegt, van, oh nee, weet je wat, ik doe het dadelijk wel. Als Ali weer gaat rondtoeren, dan ga ik weer aansluiten. Nee, dan heeft hij.
Geen dan ben je excuses. Al geflasht. Ben je al te laat. Ja, man, superman. Echt mashallah, echt goed. Voor de mensen thuis nog steeds die mee aan het kijken zijn natuurlijk. Hè, hieronder kun je doneren, een linkje. Ja, het zal heel mooi zijn. We willen een school gaan bouwen. In Sierra Leone van liefst 300 kinderen. We hebben een doel, 32.000 euro. 1 hectare grond gekregen van de overheid. En daarop gaan we een prachtige school bouwen. Niet alleen de school, er zit ook een bibliotheek in. Watervoorziening. Eigenlijk alle benodigdheden die een school nodig heeft. Er zitten ook natuurlijk maaltijden in. De kinderen krijgen maaltijden, kleding, et cetera, et cetera. Alles zit erin. Wil je daar meer informatie over? Je check even byrocco.com. Daar staat alles netjes uitgeschreven. Ook ja, digitale foto's, zeg maar. 3D-foto's van die school, hoe die er ongeveer uit gaat zien. Dus ja, het zal heel mooi zijn als je een centje over hebt in deze moeilijke coronatijd. Maar zeker deze prachtige Ramadan, zoals Ali ook al prachtig aanhaalde. Om een kleine donatie te doen. Alle donaties zijn welkom. Het maakt niet uit, is het 1 euro, is het 50 cent, is het 10 euro. Wat je ook kan geven, geef het. Het zal mooi zijn. Het is niet alleen voor ons, maar het is ook voor, zoals Ali zegt, voor onze hiernamaals. Want wij moeten nu gaan bouwen aan het schale prachtige hiernamaals. Wat ook belangrijk is, Khalid, om misschien sowieso ook te vermelden, dat een school is ook een vorm namelijk van een sadaqa jariya. Je hebt natuurlijk in de islam ook verschillende vormen van liefdadigheid, maar je hebt liefdadigheid die direct op is, of eenmaal te gebruiken is, of twee keer te gebruiken is, of één periode te gebruiken is. Maar je hebt ook liefdadigheid die lange, eigenlijk voortdurend doorloopt. En dat heet in het Arabisch sadaqa jariya. En zo'n school is dus niet even na één dag weg, en niet na een week, en niet na een maand. En sterker nog, dat wat erin wordt geleerd, is zelfs niet naar een leven weg, want zo iemand die groeit op, die heeft daar ooit de baas gehad. Alles wat hij of zij daar heeft geleerd en daarop voortbouwt in zijn leven, al het goed komt op jouw rekening. Dus is een prachtige vorm van sadaqa jariya. Dus een voortdurend lopende sadaqa. Zowel van de kinderen die daar door de generaties heen les zullen volgen, als de school zelf die daar zal blijven bestaan en eigenlijk daar staat. Dat is iets waar je, ja, weet je wel, leuk een liefdadigheid, een sadaqa, helemaal mooi. Maar denk ook namelijk zakelijk, zeg ik altijd. Gewoon investeer. Wat als jij namelijk als zakenman wil investeren in iets waarvan je maar één keer opmaakt of wat dan ook. En het is op, of investeren in iets wat jou nog de komende 10 jaar elke maand iets zal opleveren of elke dag iets zal opleveren. Ja, dan zou je gek zijn als je niet dat laatste kiest, weet je wel, waarvan je denkt, oké, maar dan heb ik wel de komende 10 jaar elke dag ja. of elke maand een bedrag ja. binnen. En daarom ook zo'n school is daar absoluut een mooie doelstelling voor. Vooral ook een sadaqa jariya die je geeft in de naam van iemand die jou dierbaar is. Iemand die misschien zelfs overleden is en niet meer voor zichzelf iets kan betekenen. En kun je het voorstellen dat de profeet sallallahu alaihi wasallam dan jouw sadaqa aangeeft, dat zo'n sadaqa, dat zo'n goede daad, dan subhanallah het graf van zo'n iemand dan verlicht en eigenlijk toch nog eigenlijk de weegschaal zeg maar blijft verzwaren, dat zo iemand dan bij Allah eigenlijk komt en denkt van, maar wacht even, ik ken mezelf, dit is eigenlijk niet wel hoe ik, zo hard heb ik toch niet gewerkt, weet je wel, ik schoot overal tekort, dat is niet zo, ik denk dat het een verkeerde rekening is van iemand anders. Ja, en dan wordt er toch dan tegen hem gezegd, nee, dit is dus wat jij hebt achtergelaten in een of andere zoon of dochter of geliefde, die in jouw naam namelijk goeds is blijven doen en dat allemaal op jouw rekening is gekomen. En hij is misschien komen te overlijden, maar die kinderen en die school zijn blijven bestaan. En alles wat daaruit voortkomt is blijven bestaan. Dus ook op die manier heel creatief te denken, misschien is er een oma of een opa of een vader of een moeder of een geliefde of een partner of misschien zelfs iemand die nog leeft, maar te investeren voor hem, voor iets waarvan je niet meer naar hoeft om te kijken. Zolang het nog bestaat en zolang er geld uitkomt, het is niet meer bij te houden. Het is gewoon niet meer bij te houden. Dus geef op die manier omwille van Allah Azza wa Jalla en zorg ervoor dat je zeker nu in de Ramadan en zeker in de fase waarin we nu gaan aanbreken, namelijk, we gaan al richting de laatste 10. En het is dadelijk, hup, ogen dicht, ogen open, zeg je, subhanallah, Ramadan voorbij. Allah. Oh, had ik maar. Ja, dus laat het zeker deze periode, waarin alles eigenlijk een hoge gradatie heeft, en grote zegeningen,
Laat dat dan ook voor die geliefde die je mist of al een tijdje hebt begraven of inderdaad wil verblijden en zijn mizan van Hasanat, de weegschaal van Hasanat wil verzwaren, dat dat in naam van zo iemand gebeurt. Senna, je hebt net een donatie gedaan. Mogen Allah azzawajal je rijkelijk belonen. Mogen Allah azzawajal met deze donatie een sebab laten zijn voor de mensen die in jouw omgeving en geliefd bij jou zijn, ziek zijn. Dat het een sebab is voor hun shifa. Mogen Allah, diegenen die daarvan overleden zijn, een sebab zijn van hun verlichting van hun graf. En mogen Allah jullie, jou met hen reinigen in het Firdaus al-Ala. Mogen Allah azzawajal deze sadaqa jouw obstakels wegnemen. Mogen Allah azzawajal deze sadaqa jouw zorgen doen omslaan in rust en geluk. Mogen Allah azzawajal deze sadaqa de sebab laten zijn voor het openen van poorten naar het geir en naar het succes. Ja, mashallah. Echt mooi. Prachtig, prachtig, Ali. Weet je wat, wij krijgen ook heel veel aanvragen, Ali, voor waterputten. En dan wat jij net ook al aanhaalde voor in naam van iemand die overleden is. Ja. Daar krijgen wij heel veel aanvragen voor. En die doen wij ook in Sierra Leone onder andere laten graven. Een kleine waterput kostte €360, geloof ik. En dan kan je in de naam van iemand dat doen. Komt dan ook de naam erop te staan. Top. En een grote waterput is volgens mij €2200. Maar dat is echt een gigantische waterput voor een hele omgeving. Dus dat krijgen we inderdaad ook heel vaak. Heel mooi. Blijf heel dat voortzetten. Dat is een van de beste vormen van de setup. De profeet sallallahu alaihi wasallam, iemand, een van de metgezellen. Die was eigenlijk buiten de stad. En toen hij terugkwam, hoorde hij dus dat zijn moeder overleden is. En dat, dat zat hem, weet je wel, zo dwars. Van oké, je hebt altijd dat schuldgevoel van, ja, weet je, ik heb het gemist. Ik heb de begrafenis niet mee kunnen maken. Ik heb het niet kunnen werken. Ik heb geen afscheid kunnen nemen. Dus ik wil nog iets, weet je wel, doen. Wat kan ik nog meer voor haar doen voor mijn moeder? En de profeet, sallallahu alaihi wasallam, gaf dan aan, weet je wel, geef weg op in haar naam. Dus geef een sadaqa weg. En hij stelde eigenlijk de vraag op, oh, boodschappen van Allah, als ik nu een sadaqa weggeef in haar naam, krijgt zij er de beloning voor? En toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam, nou, ja, dat zeker. Maar toen zei hij, oké, maar wat is dan de beste van al die soorten sadaqa? Want ja, liefdadigheid, zoals we net zeiden, dat is op duizend en één verschillende manieren, weet je, ontelbare manieren. Dus hij vroeg heel specifiek daarom, oké, dus ik weet in ieder geval dat het haar kan baten en op haar rekening kan komen. Nou, nu wil ik ook weten, wat is dan de beste van al die sadaqa? En toen zei de profeet, sallallahu alaihi wasallam, sukyama, dus iets met een waterbron of iets met een waterkan of iets met een iets van water wat je kan doen. En daarom, subhanallah, zie je in de Marokkaanse cultuur bijvoorbeeld, en zie je ook in sommige andere Arabische landen, in Turkije ook, in ieder geval islamische landen, maar in Marokko noemen we dat servila. Of, weet je wel, dan heb je soms gewoon een huis en vlak voor het huis zet iemand gewoon zo'n bidon of zo'n waterdingen, weet je wel. Ja. Voor het huis, er zit een slotje op met zo'n bekertje, zodat hij niet, weet je wel, met een touwtje. Ja, Mohamed, die is corona-proof. Je kunt er gewoon met 7 miljoen mensen uit drinken en er is allemaal niks gebeurd. Maar, die is gevaarlijk. Bacterievrij. Alle bacterievrij. Alles drinkt daar. De lessen, de dingen, de honden van de buurt, Mohamed, alles. Drinkt daar uit, subhanallah. De vogels, de mensen. Maar als je bij stilstaat, denk je, subhanallah, hoe komen ze erbij? Allah. Maar dat heeft wel ergens een basis, weet je wel. Het heeft wel iets van, hey, maar oké, hij heeft een huis en hij heeft toch water. Maar er lopen mensen die inderdaad geen water hebben. Er lopen mensen die misschien in de stad zijn en niet direct water bij de hand hebben. Er lopen misschien inderdaad dieren en katten en straat en zwerfhonden die ook water nodig hebben. Er loopt iemand misschien inderdaad die in het werk is of wat dan ook, en niet even een fles kan kopen of een Sidi Ali of Sidi Harazim of whatever. Dus, ja. En jij, als jij ergens bent en je hebt dorst en het is 40 graden of zoiets, dan hoop je ook dat er ergens iets, weet je wel, water wordt aangeboden. En hem kost het in principe niks, weet je wel, die zit in zijn huis, heeft er geen service, dus hup, als hij leeg is, vult hij hem weer bij en klaar. En dat idee is natuurlijk, dat is al op individuele basis, gewoon een particulier kun je dat al doen. En zie je dat, alhamdulillah, van die oudere generatie dat heel veel hebben gedaan in hun dorp of in hun straatje of whatever. En anderen die hebben het zelfs als, toen het bijvoorbeeld in het Ottomaanse Rijk of in de Andalusische Rijk of in de Abbasiën of Umayyën, de dynastie, de islamitische dynastie die er zijn geweest, die deden het zelfs vanuit het land, vanuit de overheid, in gebouwen of in bepaalde hoeken, gewoon een kraan met water waar mensen, de voorbijgangers, eigenlijk een soort van, ja, konden drinken, hun vee eigenlijk, weet je, konden voorzien, ja, misschien, ja, ja, konden vullen en mee naar huis kunnen gaan.
gewoon random ergens op een, weet je wel, in een stad of in de straat of wat dan ook, deden ze ook als instituut. Dus, en dan begrijp je subhanallah, ja, maar die hebben de hadith van de profeet zoals hem veel beter begrepen. Ja. Dat het eigenlijk wel iets is wat heel makkelijk is, maar tegelijkertijd iets zo groots. Dus zeker voortzetten. Wij doen dat als een Ghatta Foundation ook. In verschillende landen zelfs. En de prijzen variëren, zoals je zegt, van 400 tot aan 5000 of 15.000. Ligt aan wat voor systemen. Dus dat is ook allemaal mogelijk. Ja, mashallah. Ali, volgens mij zijn we al langer dan een uur online. Ik weet niet hoe lang wij precies online kunnen. Jij hebt er meer verstand van, denk ik. Nee, helaas niet. Voorheen was het 1 uur, inderdaad. Oké, nou goed, als we wegvallen, maar dan weten we... Maar we er al overheen zijn, toch? Ja, volgens mij zitten we er al overheen, dus dat is... Dus misschien is het al geüpdate en lopen wij weer nog steeds achter op dit vlak. Ja, ik kan alvast melden dat we in ieder geval in de tussentijd alweer op 500 euro zitten. Mashallah. Allah. Toen jij net zei in het begin, weet je wel, zei je iets van... er is nu 75 euro gedoneerd. En jij begon te pijpen, ik wilde net zeggen, luister, ik wil pas deze live gaan afsluiten als er 500 staat, want dan heb ik een mooi rond bedrag. Allah al-Adim Rabbishad. Subhanallah, dat we minimaal moeten halen binnen deze korte periode. Dus alhamdulillah, mogen Allah azzawajal, iedereen die heeft gedoneerd, mogen Allah azzawajal dat de sebab laten zijn voor geer en rizq en al-baraka. Mogen Allah de donatie die ze hebben gedaan in veelvoud doen terugkomen. Met alleen maar geer, met alleen maar zegeningen. Mogen Allah azzawajal daarmee al hun zondes reinigen. Mogen Allah azzawajal hun gezondheid zegenen. En mogen Allah azzawajal hun uitdagingen uit de weg halen. Mogen Allah azzawajal hun kinderen, als ze die hebben, beschermen. En gezond laten opgroeien. En in de tevredenheid van Allah. En het succes geven van de dunia en de akhira. Mogen Allah, als ze die nog niet hebben, diegenen die nog niet geen kinderen hebben, mogen Allah ze kinderen schenken waar Allah tevreden over is. Degenen die nog niet gehuwd zijn en een donatie hebben gedaan, mogen Allah azzawajal jullie laten huwen met iemand die jullie makkelijker en dichter en sneller naar het paradijs samenbrengt, naar een lang leven samen en gelukkig hier op deze aarde. Mogen Allah azzawajal jullie barmachtig zijn en jullie ouders barmachtig zijn voor een ieder die een donatie heeft gedaan of nog gaat doen of wil doen. Jazakumullah khair. Kijk even bij Rocco Foundation, inshallah. En kijk even op de website voor alle informatie. En kijk eventjes dat je inderdaad ook de link eventjes deelt in je netwerk. Nogmaals. En misschien heb je al gegeven en kun je niet nog een keer geven. Maar kun je wel nog een keer delen. En is er iemand die het wel dan een keer kan geven. En misschien geeft hij 10 keer van wat jij hebt gegeven. En dat allemaal is opkoop wat jij hebt dan gegeven. Want jij was de inspiratie zoals we dat zeiden. Ja, dankjewel Ali. Super mooi verteld allemaal. Ik mogen Allah jou hiervoor belonen, inshallah. Mogen Allah alle doelen die jij wil behalen, inshallah, gaan behalen. En mogen Allah jou ook, inshallah, in alle veiligheid dadelijk weer, inshallah, weer terugbrengen in Nederland, inshallah. Amin, amin. Barakallahu fik. Ik wil jou heel erg bedanken voor jouw tijd, Ali. Want ik weet, wij kunnen volgens mij nog uren doorpraten. Echt uren. Inshallah, ja, hopelijk kunnen we dat nog een keer doen in de Ramadan samen met jou. Want ik vind het zeer inspirerend. Inshallah. De reacties die we ook krijgen. Ja, het is fantastisch. Ik hoop dat je daar ook nog een keertje wil doen met ons. Inshallah. Inshallah. Fakhr Rasulay. En ja, inshallah ga jij alle doelen kunnen halen. Ik wil jou nogmaals bedanken voor jouw prachtige woorden. Want ik krijg zoveel reacties, ben tegelijkertijd ook aan het lezen. Ik krijg ook via WhatsApp krijg van alles binnen. Als er vragen zijn of verzoeken zijn of wat dan ook, dan... Ik zal eens even heel snel een keer doorheen kijken, Ali. Maak een dua voor mijn zieke schoonzus. Verderman zegt dat. Mogen Allah azzawajal jouw zieke schoonzus, mogen Allah ash-shafiha de shifa geven, shifa en la yughadiru saqama. Mogen Allah genezen met een genezing die geen sporen achterlaat. Mogen Allah azzawajal met haar ziekte haar reinigen van al haar zonden. Mogen Allah azzawajal met deze beproeving haar een rang verheffen. En mogen Allah azzawajal met deze beproeving haar iman en liefde voor Allah azzawajal alleen doen toenemen en haar ziel pas nemen als hij tevreden over haar is. Mogen Allah haar nog lang tussen jullie houden. En mogen Allah van haar houden en jullie dus zegenen met geduld en sabr in deze moeilijke tijden. Amen. Ali, hartstikke bedankt voor de mensen die nu aan het kijken zijn. Volg Ali ook natuurlijk. Kijk naar zijn foundation. Hij doet prachtige dingen. Volg hem op Instagram. Daar kun je ook alles zien wat hij doet precies. Hij komt ook regelmatig, doet hij van alles uploaden. Ik zag vandaag ook weer dat je, geloof ik... kleding was gaan brengen en voedselpakketten, of wat was het? Ja, een van de onderdelen van de Ramadan-campagne is Eid al-Fitr, kleding voor weeskinderen. Weet je wel, is het handelen ook zoiets als je vandaag zag dat
kinderen echt letterlijk op blote voeten lopen. Ja, en ik kwam daar en er was 41 graden. En je weet, als je daar gewoon op je blote voeten daarop loopt, dat is niet normaal. En, dat is niet te doen. Ja, weet je wel, als ik ze eigen details ga treden, man, het is zo pijnlijk om te zien. En dan hoe ze eigenlijk met een, ja, met een sandaaltje van, weet je wel, van een paar euro en een broek en een dingen weer even een nieuwe outfit, helemaal blij zijn, helemaal eigenlijk geholpen zijn. Ja. Want jij en ik doen een outfit per halve dag en misschien 2 outfits per dag of 3 outfits, ja, per dag. Onze kinderen, ja, zelfs 2 of 3 outfits per dag. Ja. En zij doen er 1 of 2 per jaar. Ja, ja, dus even laten beseffen. Even laten beseffen wat ik nu zeg. Oxymobiletten is geen overdrijven. Ja, geen overdrijven. Ik ben bij ze tot in de vluchtelingkampen of in de dingen, de tenten, of niet eens tenten, in de, ja, wat wil in een hol, eerlijk gezegd. Oxymobile, er is geen kledingskas. Kom je niet tegen. Er is geen kledingkas, ben ik tegengekomen. Oh, ja. Enige kleding wat ze hebben, is wat ze aan hebben. En dat gaat zo lang mee totdat het helemaal verscheurd is. En ik heb er tientallen vandaag gezien voor wie de t-shirt tegelijk en t-shirt en broek is en alles. Dat is gewoon het enige wat ze aan hebben. Oh, dus een t-shirt, ja, omdat hij dus 10 maten te groot is, is hij nu tegelijk ook zijn jurk of zijn broekje of whatever. Dat is alles wat hij of zij aan heeft. En dat doet hij dag in dag uit, totdat er iemand inderdaad weer misschien een t-shirt van een oudere broer hem weer past en die nog eventjes spraakje kan dragen. Of mensen zoals jij, namelijk komt met een kledingstuk, met een boek, met een ding, met iets heel simpels, waar hij weer 1 of misschien zelfs maanden mee vooruit kan. En als zij al 1 keer of 2 keer per jaar een nieuwe outfit krijgen, dan is het voor hun al een luxe. Zoals ik, ja, al zei, subhanallah. En wij doen het 2 keer per dag. Dus wij kunnen ons niks bij voorstellen, Ali. Echt, ja, zo, weet je wel, ik ook niet, eerlijk gezegd. Het is zo gek. We leven in een wereld van materialisme en van dingen. Het gaat zo snel. En ook naar mezelf, als ik dan kijk. En dan kom ik hier en dan besef je, ik ging zo'n dingen in. En ik zie, oké, dit is het waar ze leven. En toen begon ik na te denken. Hé, maar waar alleen onze schoenenkast, niet de klerenkast. En zeker bij sommigen. Ja. En zeker bij de vrouwen. Ja. Ja. Laten we eerlijk wezen. Ja, oh ja, hou op, schei uit. Als je 1 van die schoenen pakt en op Marktplaats zet en namelijk wat het oplevert, doneert en bij Rocco, ja, Oxymobile, die schoen zal meer zegeningen met zich meebrengen en zal meer jouw baten dan nu in die schoenenkasten laten liggen waarvan je nooit aantrekt, omdat je, ja, namelijk 80 schoenen hebt en die eigenlijk niks. Dus ik zou zeggen, alleen maar om jezelf een gunst te doen, van, hé, als ik dan toch opruim, in plaats van weg te gooien, zet het maar op Vintage of zet het maar op Marktplaats en heb de intentie, die opbrengst van dat gaat volledig naar inderdaad dat soort projecten, zoals een school of een wc of weeskinderen of whatever. Want er zijn mensen die met die schoen die jij niet meer draagt, niet alleen een outfit, maar zelfs voor een hele jaar meerdere outfits en misschien zelfs het speelgoed en weet ik veel kunnen krijgen. Of met diezelfde schoen die je daar laat wegrotten, daar kan inderdaad een school mee gerealiseerd worden wat de rest van jouw leven jou wel kan baten. Maar die schoen die daarin blijft en uiteindelijk misschien zelfs op een stapel komt en weg wordt gegooid, levert jou niks op. Dus zelfs al heb je niet nu de financiën om direct zelf uit te geven, kijk even wat je weg kan geven. Want wallah, Adem, ik kwam daar binnen en zo denk je van, ja, maar waar zijn de schoenenkasten? Waar zijn de klerenkasten? Waar zijn de speelgoedkasten? Waar zijn de, weet ik veel, de snoepkasten? Hoeveel kasten hebben wij niet? Ja. En ja, alles het is gevuld bij ons. Ja. Maar ja, weet ja. je wat het is? Wij blijven alles vullen en wat we leeg laten is namelijk die ziel. Dat hart loopt leeg. Dat moet ook eens af en toe gevuld worden door even weer geprikkeld te worden. Ja. Van, hey, laten we nu de harten en zielen vullen van onszelf en van onze kinderen en onze omgeving. In plaats van alleen onze kasten en klerenkasten en schoenenkasten enzovoort. En laten we inderdaad onze weegschaal vullen en laten we onze graf vullen. Want die anderen die lopen echt, die kasten die beginnen bijna te schreeuwen. Het is goed zo, want je propt me helemaal vol. Ik kan het niet meer aan. Jij zelf propt jezelf vol, dat is jouw probleem, maar laat mij met rust. Wat je met je lichaam doet, dat is jouw probleem. Ja. Maar die kast die begint zelf. Ja, dat jij een buik neemt, prima. Maar ik wil niet die kast zo, die helemaal zo uitsteekt. Ja, die kast, ik hoef niet eruit te zien als jij. Ja, ik wil wel een beetje op mijn figuur letten, zegt die kast. Maar het is wel bijzonder wat jij zegt, Ali. Want ik was zelf, 2019.
En bij weeshuizen in Marokko bezocht. Schrijnende situaties, ook precies wat je zegt. En dan ga je kijken van, is er een kast aanwezig? Geen kast. En die mensen die daar gewoon ook, die hebben gewoon niks te maken. Geen rode cent. Die zijn al blij dat ze een maaltijd krijgen, als ze überhaupt een maaltijd krijgen. En wat betreft kleding, wat jij zegt. Ja, kleding dragen ze hoe lang? Precies wat je zegt, tot het versleten is. Lauw adem. En dat is gewoon, en dan kijk je zelf in je kast en dan doe je hem open. En dan voel je je eigenlijk zelfs gewoon schuldig als je daar bent geweest en denk je, jee, kijk eens hier. Ik doe mijn kast open, er zit zoveel kleren in. En die mensen, weet je wel, je voelt je eigenlijk gewoon schuldig. Ja. Allah adem, ik heb voor jou in die video daar iets klein beetje over laten zien van, als je zo'n kind dan in de hitte ziet lopen op blote voeten en inderdaad met één t-shirt wat zijn kleding is, wat tegelijk alles is, dan vraag je jezelf af, die hele rij wat ik daar zag, ik weet uit mijn directe netwerk dat één riem, luister goed wat ik je zeg, niet een schoen, niet een, één riem. Eén riem, letterlijk, één riem. Die hele rij van 300 weeskinderen zou kunnen voorzien van kledij en eten voor de komende periode. Eén riem, hè? Allah, het is... Oximo billah, ik overdrijf niet. Eén riem. Ja, om maar niet te praten over die schoenen en ik ga de merken niet reclame hier gunnen. En jullie weten allemaal over wat voor merken we het hebben. Ja. Die hele budget wat wij hadden voor de weeskinderen, voor dingen wat we binnen hebben gehaald, is één riem bij iemand. En weet je wat het ergste is? Hij heeft er 7 of 8 en die riemen, die zitten allemaal op, want hij gebruikt er maar 1 of 2. Die zitten opgerold in de kast. Die zitten opgerold. En klaar, die ligt daar. En wat is het doel dan daarvan? Dus als je... Maar dat is dus... Weet je wel, Goeie Khalid, dat is dus armoede. Weet je wat echte armoede is? Dat juist. Als jij zo arm van ziel bent, dat jij riemen hebt liggen, die anderen inderdaad... Als je een riem draagt en je draagt hem en je gebruikt hem, tot daaraan toe. De Allah Azza wa Jalla heeft ook jou gegund, jij iets meer gegeven, dat is ook jouw risk, prima. Maar die andere 7 riemen die overblijven. Je hebt een tas nodig. 2 tassen. Maar die andere 8 tassen die allemaal van de Franse merken en Italiaanse, ik hoef de namen niet te noemen enzovoort, die honderden en soms duizenden euro's bij elkaar zijn. Als die daar toch al liggen, wie is hier arm? Zijn het die kinderen die met blote voeten lopen of zijn wij dan de armen? Ja. Weet je wat erger is? Niet de armoede van materiaal, maar armoede van ziel. Dat is veel erger. Ja, maar die slaat spijker op zijn kop, Ali. Echt, hoor. Want het is echt, het zit gewoon in je ziel. Er is geen ergere armoede, Goeie Khalid. Er is geen ergere armoede dan armoede van de ziel. Armoede van het brein, van het verstand. Armoede van het geweten. Want diegenen die niks hebben, die hebben materialistische armoede. Ja. Maar die... Want ook iets wat subhanallah... Je deelt een flesje uit, maar daar is iemand anders... Die nog niks heeft gehad. En dat kind van 7 doet zo hup in de mond leggen van de ander. En geeft hem ook te drinken. Hij heeft zelf zo lang geen water gehad. Of zo lang geen snoepje gehad. Of zo lang geen lolly gehad. 1 lolly. Dup, en hij geeft de ander ook. Wie is hier arm? Ja. Dat betekent deze persoon is alleen arm van materialisme. Maar helaas zijn er bij ons heel veel die arm zijn van ziel. Ja. En dat is het ergste wat je kan hebben. Daar moeten we eventjes van wakker worden. Daar moeten we echt beseffen. Luister, misschien naar onszelf ook allemaal. Even, ik spreek niemand persoonlijk, maar iedereen zo'n reality check. Ook zeker in deze Ramadan, want dat is de maand van bezinning. Maand even evaluatie. Ja. Laten we eens allemaal eventjes door onze klerenkasten gaan. Door onze accessoirekasten gaan. Ja, en we hebben daar sieraden, we hebben daar kasten, we hebben daar tassen, we hebben daar schoenen, we hebben daar riemen, we hebben daar dingen die... Letterlijk, daar houden we 2 of 3 of 5 zelfs van. Geef dan de rest, zoals ik al zei, doneer of verkoop. En maak er een speciale potje voor dit soort cellen. Je hoeft niks meer uit te geven van jouw bankrekening of van jouw inkomen of zo. Geef alleen wat daar weg in het rotten is, wat nog handig, mooi gezegd. 2 keer gedragen is of een paar keer. Ja. Omdat je er wilde shine op die ene bruiloft, omdat het paste bij die ene tekshit had, maar daarna nooit meer bij andere tekshit had paste. Wat doe alleen die? Ja. Ik zie een mooi project aankomen, Ali. Koop je kledingkast. Ja, serieus.
Ik vind het echt mooi verteld, want het is gewoon zo wat je zegt. En zeker in deze tijd, waar materialisme tegenwoordig gewoon heel belangrijk is voor veel mensen. En mensen zeggen niet, ja, mensen zeggen niet dat je niet goed uit mag zien, maar je hebt ook een overschot aan iets, inderdaad. Nee, nergens staat dat je gaat. Allah heeft jou zelfs gegund en gegeven, want die zegt, laat de gunsten van Allah maar zichtbaar zijn. Dus heb je het goed, alhamdulillah. Eet goed, drink goed, rij goed, zie er leuk uit, heb een leuke outfit. Prima, tot daar aan toe. Ja? En heb er 2 en heb er 3, geen enkel probleem. Alles wat je draagt, alles wat je dingen. Maar laten we ook eerlijk wezen en realistisch zijn. Kunnen wij, en zeker wij als... wij zijn wat volk geworden. Luister, echt, Allah. Weet je wat zo'n... ik weet niet, een Franse minister zei, die zei armoede, of hoe heet dat, merken, ja, is namelijk een soort van leugen die is verzonnen voor de rijken, want die kunnen het uitgeven, maar helaas zijn de armen juist in die leugen gaan geloven. Ja. Die rijken, Bill Gates, als je hem kijkt wat hij aan heeft, die heeft bij elkaar €43 aan. Ja, letterlijk. Zuckerberg, ja. Miljardair, die heeft bij elkaar misschien €42 aan. Ja. Pak je die van dingen, pakken ze allemaal bij elkaar. Van Apple, ja, allemaal. Ja. Hij heeft namelijk, je ziet geen riem met die uitsteek, je ziet geen logo, je ziet geen dit. Bij elkaar hebben ze 1 riem van die, van Mootje, van ons Moken. En ons Ali. Ons Moken van de Hoek. Ons Alietje van de Hoek. 1 riem. Die andere is miljardair. Een miljardair. Met z'n 7 hebben ze heel de economie van heel de wereld en ze dragen al €100 bij elkaar. Allah, ja. Waarom? Subhanallah, die minister, toen hij dat zei, dacht ik van, hé, maar dat is wel. Merken zijn dus uiteindelijk namelijk, dus vooral die, weet je wel, die design dingen die overrated is. Natuurlijk geloof ik ook dat sommige dingen gewoon kwalitatief beter zijn en langer meegaan. Dat heb ik ook. Ik draag ook merkdingen. Ik heb zeker in mijn verleden in de voetbalwereld en toen het alhamdulillah, weet je, kwam op een andere manier, dan deed je niks anders. Maar op een gegeven moment denk je, oké, maar wacht even. Dat is, die uitspraak is wel sterk. De merken hebben we gecreëerd als leugen voor de rijken. Maar helaas zijn de armen juist daarin gingen geloven. Hij is broke, maar hij heeft niks. Skeer misschien helemaal dit, maar hij moet die schoen kopen van hij zijn moet schoen kopen, ja. En zijn moeder en zijn vader zeggen, die moeten van een uitkering leven. Ze moeten moeilijk doen en dingen ze niet allemaal, halen. Misschien zelfs een jaar overslaan. Naar hun eigen kinderen en land en ouders te gaan of wat dan ook, om hem of haar maar dat merk of dingen, want anders misschien, ja, want de anderen hebben het ook, dadelijk gaat hij dit, dadelijk gaat hij dat doen, en dadelijk gaat hij zus doen. Dat is pijnlijk, pijnlijk. Dan zie je dat het ergens, weet je al, wij geïnfecteerd zijn. Er is ergens iets verkeerd gegaan. We maken ons zorgen om corona, maar we hebben andere zaken die ernstiger zijn. Absoluut. Waar geen vaccinatie... dat weet ik net zo niet. Dat zijn wel bepaalde vaccinaties voor. Je kan wel tegenhelpen, de vaccinatie van zelfbesef en inderdaad Toba en Nieuw Begin. Dat is de beste vaccinatie daarvoor. Ja, inderdaad. En maar, deze maand Ramadan, zoals je zegt, is een mooie maand om te resetten. Om alles even weer op nul te zetten. En vanuit daar even, in plaats van zo, naar beneden, even die kant op te gaan. Ja. Zo belangrijk. Ik vind wel, ik merk wel altijd, Halle... Ja, grotendeels, die ik spreek, die zegt altijd, maand Ramadan is toch wel een maand van bezinning. En op een of andere manier, alhamdulillah, je vast dan heel de maand. En je voelt je eigenlijk zoveel beter, subhanallah, dan als je normaal eet. Dat heb ik in ieder geval deze maand. Altijd, dat heb ik ieder jaar. En qua alles. Weet je hoe dat komt, Khalid? Nou? Heel simpel. Omdat we nu in deze maand eindelijk weer de ziel voeden. En de ziel, daar zit het geluk in. Je kunt je maag vullen, ja, die gelukkig willen maken. Maar als die maag alles heeft verteerd, begint die weer te knorren en te zeggen, hey, ik ben weer ongelukkig. Ja. Je kunt je oren vullen, maar op een gegeven moment ben je helemaal het zat en dan wil je iets anders erin proppen, want ik ben weer ongelukkig. Doe me iets anders, laat me iets anders beluisteren. Je kunt die ogen vullen, je kunt onze geslachtsdelen van. Op een gegeven moment raak je, weet je, uitgekeken, ja, ik wil iets anders. Maar de ziel die wij verwaarlozen, die hebben we nu eindelijk in deze maand aandacht gegeven. En omdat wij eindelijk datgene aandacht geven wat ons juist geluk brengt, voelen we dat geluk. Heel simpel. Ja. En
wat voor aandacht geven we eraan? Voeding voor de ziel. Namelijk datgene wat de ziel het hardst nodig heeft. Aanbidding, dua, besef, ooit dat een balans te leven, ooit dat evaluatie, dikker, Koran. Mooi, de voeding van de ziel, dat is wat we nodig hebben. Maar als wij daarna deze ziel uithongeren en eigenlijk als een skelet daar vastketenen aan een paal en af en toe eens kruimeltjes gooien op een Jumu'ah en zeggen hier eet. En hier af en toe eens restjes gooien bij een overlijden van iemand en zeg eet. Ja, die heeft eventjes wat om dingen, maar die is helemaal, ja, hoe heet dat, fel op bot. Fel op been. Fel op been, helemaal uitgemaakt. In die hoek zit die ziel. Ja. En nu eindelijk in de Ramadan beginnen we hier. Eet, drink, drink. En die begint te sterken. En dat is dat gedeelte wat ons gelukkig maakt. Wat ons gelukkiger doet voelen. Ondanks dat we die misschien inderdaad uithongeren wat eten betreft, bewijzen van. Ja. Ja, maar we voeden die wel met de voeding voor de ziel. Allah, ja. Prachtig. Prachtig verwoord, Ali, weer. Allah. Voor mensen die nog aan het kijken zijn en zoals ik al zei, die nog een centje over hebben. Het zal heel mooi zijn. We zijn bezig met het bouwen van een school in Sierra Leone van liefst 300 kinderen. Het doel is €32.000. Ik weet niet wat er in de tussentijd binnengekomen is, maar vast wel meer. Ik denk dat we een beetje een eind aan gaan breien, Ali. Ik zal het heel tof vinden als je tijd hebt in jouw drukke periode, een drukke periode. Of je dat je tijd hebt om nog een keer live te gaan, zal heel mooi zijn. Maar ik wil jou in ieder geval enorm hiervoor bedanken. Mogen Allah hiervoor belonen. Voor het goede wat je doet, inshallah. Ook met jouw foundations. En alle goede doelen die jij doet en jouw les, inshallah. Mogen Allah jou daarvoor belonen. Amen. En bedankt voor jouw tijd. Ik wil nog één ding aankondigen. De gast van volgende week. Vorige week hebben we een gast. Ik denk dat veel mensen hem misschien... Ja, ik denk dat mensen hem wel kennen. Gisteren heeft hij nog... Ja, Koningsdag. Wanneer was Koningsdag? Was gisteren, toch? Ik heb hier geen Koningsdag. Maar hier in Nederland was Koningsdag gisteren. Gisteren heeft hij voor de koning opgetreden hier in Eindhoven. Ja, die naam is Frisco. Hij is ook een aantal jaren geleden... Heel veel jaren geleden is hij bekeerd. Die hebben volgende week... live te gast en ook een heel inspirerende jongen die ook heel veel te vertellen heeft. Ali, enorm bedankt voor je tijd nogmaals, ik kan het niet zo vaak genoeg zeggen. Zeer inspirerend dat je al je verhalen wilt delen met ons. Check ook even zijn Instagram account, volg zeker zijn lessen. Ik voor mij is het aanraden, ik heb het ervaren, fantastisch. Oh ja, dat vind ik ook leuk om te vertellen, Ali, nog heel kort, want je doet ook reizen, hè? Reizen naar Mekka en Quds, doe jij ook? Ja, Umrah, Hajj en Quds reizen inderdaad. Ja, het gaat langzamerhand die kant een beetje open, heb ik meegekregen. Ja, eerlijk gezegd durf ik daar ook helemaal niks van, dat weten ze zelf niet eens. Dus ik geloof het pas als het helemaal echt mogelijk is. Het zal ongetwijfeld met vaccinatie gaan, anders gaat dat niet. Maar in ieder geval tot die tijd durf ik daar niks zinnigs over te zeggen. Inshallah, de eerste volgende keer als je naar Omdag gaat, ben ik er inshallah bij. Dat heb ik een tijd geleden al gezegd. Maar inshallah, nu ben ik echt helemaal er klaar voor, inshallah, om met jou mee te gaan. Want ik heb ontzettend veel zin. Ik kijk er echt naar uit. Ik ook. Dus, de ziel verlangt daarna. Die is een groot gemis, eerlijk gezegd. Zeker als je er al een keer bent geweest, dan weet je nog meer wat je daadwerkelijk mist. Dus mogen Allah dat je ons spoedig daar terecht doen komen en iedereen die heeft meegeluisterd of daarna wens of heeft gedoneerd, mogen Allah dat je spoedig namelijk een Hajj of een Umrah laten meemaken en een bezoek aan Al-Aqsa, mogen Allah dat je dat spoedig realiseren voor ons allemaal. Amen, Allahumma amen. Ali, shukran bezef. Nogmaals bedankt en we maken wat moois van en tot snel, inshallah. Jullie heel veel succes bij ons. Mogen Allah jullie zegenen en mogen Allah het realiseren, inshallah. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen in deze gezegende maand. Mogen Allah het zwaar op jullie mizan van Hassanet doen plaatsen. Iedereen die daarbij helpt, jij, je vrouw of alle anderen, haar team daarbij en vrijwilligers. Mogen Allah azawajal dit zwaar op jullie mizan van Hassanet doen plaatsen en jullie rijkelijk belonen daarvoor. En mogen Allah azawajal jullie een sebeb laten zijn voor een sadaqa jariya voor vele
die daarmee namelijk hun mizan van Hassanet gaan vervullen. Dat die allemaal ook op jullie mizan van Hassanet zal komen. En dankjewel voor de uitnodiging. Het was een eer voor mij en genoegen. En inshallah heel veel succes ook volgende week. En doe de salam en broeder Fresco en iedereen die je navolgt en een bijdrage daaraan wil leveren. Mag Allah zojuist rijkelijk belonen. Ali, bedankt. En inshallah tot snel, hè. Inshallah. Shukran. Salam alaikum. Salam.